moeten even kijken of dit lukt. En ik heb een nieuwe fix, nog wat prefix fix ding gekocht om aan de voorruit te plakken. Plakken. Vacuüm trekken. En om te kijken of ik kan videobloggen. Het is natuurlijk niet dat het normaal is dat ik op zo'n bospad ga videobloggen. Maar hier is toch nooit wat te doen. Op snelweg werkt het natuurlijk beter. Maar het is nogal wiebelig. En kijken hoe die dan meteen is. Hoe gaat het? Het is dinsdag. En het gaat goed. Ik heb mijn fuchsia rolgordijn binnengekregen bij de Praxis. En daar heb ik het ding al gekocht bij de Praxis. En nu kan ik s'avonds gewoon lekker met de rolgordijn naar beneden flink doorwerken. Dat werkt toch lekkerder dan dat je denkt dat er naar binnen wordt gekeken door bejaarde overburen. Maar dat gebeurt niet. Maar mensen die langslopen of weet ik veel wat. Het is toch lekkerder om gewoon een beetje privacy te hebben. En verder, hoe gaat het? In één week, vorige week, door hulp in te roepen van mijn binnenste kring, heb ik het voor elkaar gekregen om bij mezelf wat meer structuur in mijn hoofd te krijgen wat business betreft. Dus het is zo dat ik het laatste afspraak was met Petra Riering, dat heb ik vorige keer verteld. Die heeft ook ongeveer opgeschreven. Dat heb ik voor me op het whiteboard geplakt. Opgeschreven wat ik met Punk Media wil. Of wat ik met mezelf wil. Of wat ik met mezelf in de business wil. Dat is ontzettend mooi om te zien. Want dat is precies wat ik wil en wat ik ben. En eigenlijk als ik zo terugblader ook op internet. En ik vond vanochtend in mijn eerste notitieblok. Uit 2000, waarin ik mijn eerste dingen opschreef bij FZ. Nou, dat was ook gaaf om te zien. Een van de eerste aantekeningen was om nieuws zo snel mogelijk op de website te zetten, fz.nl. Daar wilde ik voor gaan zorgen. ID:// zo snel mogelijk nieuws online zetten. Dat was 2000 dus, hè? En dat is er vier jaar later pas van gekomen. En dan denk ik ook weer, goed bezig, daar gaat het om. Je kunt het. Let's do it!